Ja, leuk. Ik sta hier voor een box met een soort T-vorm waar ik naar binnen kan. En volgens mij, mijn spanbreedte is volgens mij net genoeg. En deze heren, jouw naam is? Maarten. Maarten. En? George. Die gaan mij uitleggen wat zij doen hier. Ja. Ja, oké. Inderdaad. Nou, u ziet het al. Ja. T, wat net al gezegd. Ja. Het staat dus voor de T-shaped people. Ja. In deze maatschappij. Ja. Dus de, wat was het woord? Het specialisme. Het specialisme, daar is het. De ja. rechte lijn. Ja. En de verbreding. Oh, ja. Dat soort mensen zoeken die specialistisch zijn, maar ook een brede view hebben. Ja, ja. Het is een vrij jong principe. Ja. Het principe nu is eigenlijk dat er leden verworven moeten worden. Het moet een soort denktank worden eigenlijk. Ja. Op het gebied van creativiteit, technologie en ondernemerschap. Zo. En dat is van de stichting IP Create en de Tea Party. Is het concept waarmee we proberen een netwerk op te bouwen. Oh. En aan de hand van een aantal vragen mogen mensen wel of niet naar binnen. Ja, ja. En als ze naar binnen mogen, staat er een geweldige verrassing op ze te wachten. Oh. En daarna mogen ze zich inschrijven voor een netwerk. Ja, ja. En is mijn begeleider, zeg maar, is die ook geslaagd met zijn antwoorden? Ja, wat ik zeker hoor. Ja, ja. Nou, Marco. Het juiste profiel. Je krijgt een kaartje. Je krijgt een kaartje zo. Je krijgt bijna naar het feestje. Ja. Zo. Een tea party. Make a difference. So. Dus ik mag naar binnen. U mag naar binnen en u krijgt ook een kaartje. Nou, hartstikke mooi, dankjewel. Ik ben benieuwd. Ja. Is het licht genoeg om door te filmen? Ja, het is een beetje.